Wel in de microfoon dan. Zo'n 30 jaar geleden. Als je wilde weten waar een internetaansluiting precies huis hield, dan kon je look. You took a look at the Dutch homepage. Then you could have noted that AT Computing was the first company in the Netherlands connected to the internet. That was simple then. Voega. Nowadays, it's not that simple to see where connections to the internet are. That is, not in the same way, by looking at a map. That's where searching comes in. Mark will tell us what open searching is and what tool to use. Mark, please go ahead. Thank you, Gerrit. Dat is heerlijk om een Nederlandstalige conferentie te hebben, zonder buitenlandse sprekers. Want dat praat gewoon een beetje soepeler dan als het niet je eigen taal is. Ik vind het wel leuk die introductie, Gerrit, was niet afgesproken. Want mijn eerste slide gaat daarover. In 1995, najaar 95, gaf ik een praatje hier over de Dutch homepage. En daar kwamen deze plaatjes vandaan. En de resolutie is best slecht van het plaatje, maar dat was de beste resolutie. Ja, dit is in de tijd van de 600 pixels brede beeldschermen. Dus januari 1994 was internet in Nederland dit. Ja, trouwens niet helemaal, want Gopher was de groene bolletjes en rood waren de websites die er toen bestonden. En daar raakte ik bij betrokken bij deze website. En dit was het een halfjaartje later. Dus de plekken, de organisaties die in die tijd een webpagina hadden en dan geografisch weergegeven. En eigenlijk is dat natuurlijk grote onzin om dat geografisch weer te geven. Dat vinden we nu. Maar in die tijd was iedereen nog locatie gebonden. Dan ging je kijken wat er in jouw stad of dorp aan de hand was. Die website die groeide heel flink uit. En ja, bolletjes op locatie was dus niet zo nuttig. Dus toen begon ik op een gegeven moment met een boomstructuur waar je op onderwerp kon zoeken welke website erbij hoorde. Dat kwam daarnaast. En op een gegeven moment begrijp je dat Yellow Pages, die ken je wel, hè, de Gouden Gids, dat een platte structuur is. Het probleem is als je zo'n boomstructuur van keywords, van activiteiten gaat bouwen. Nou, dan krijg je eerst bijvoorbeeld alles in één lijstje, hè, met 20 dingen. En dan op een gegeven moment denk je van oké, we moeten de universiteit een eigen pagina geven. En de hogeschool een andere pagina. En dan krijg je op een gegeven moment dat er bijvoorbeeld een bedrijf komt in vliegtuigen. En die bedrijven willen ook een eigen pagina, of er worden er te veel. En dan denkt de universiteit van ja, we hebben ook een afdeling die dat ook doet, die willen ook op die pagina. Dus je kunt een boomstructuurtje bouwen met kennis, gaat tot een bepaald niveau goed, tot een bepaalde hoeveelheid data, een paar duizend. En daarna raakt dat weer zo gefragmenteerd en moet je dingen weer op zoveel plekken gaan vermelden, omdat ze eigenlijk overal wel bij horen, dat je niks meer wint en dat het alleen maar onderzichtiger wordt. Dus in 1998 hebben we op een gegeven moment deze website verkocht en toen werd het iets van Trek, Autotrek en zo. Die hadden dan de data. Het ging ze vooral om het verkeer. Maar ik vond in die tijd dus dat allemaal wel heel interessant, hoe dat werkte. Andere mensen deden eigenlijk ook hetzelfde. Hè. Dit is, misschien kennen jullie deze nog wel, van Alta Vista. Die had ook zo'n indexgebaseerde structuur. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat tekst gewoon echt totaal ontoereikend is. Woorden zijn gewoon totaal ontoereikend. Kijk maar even, uit onderzoek blijkt dat mensen in hun eigen taal 10.000 tot 40.000 woorden kennen. De meeste mensen zelfs minder dan 10.000. Ligt een beetje aan je opleiding. Van de 300.000 die er zijn. En als je als ik Engels spreek, zeg maar, dan gebruik ik maximaal 3.000 woorden. Dus als ik iets Engelstalig moet opzoeken. Maar aan de andere kant heb je, in 1998 had je al 10 miljoen webpagina's. Nu heb je er meer dan 100 miljard. En elke pagina heeft veel woorden. Dus als je search engine zoekt in Google, dan krijg je al 1,6 miljard resultaten. Dus de taal heeft gewoon veel te weinig dynamiek. Zelfs als je 4 woorden gaat intypen, die zijn meestal ook nog op een of andere manier gerelateerd, dan nog kom je niet op een normale manier aan goede antwoorden, aan een goede subset van antwoorden. Dat is gewoon echt puur onmogelijk. Ik was in die tijd heel erg geïnteresseerd in datavisualisatie. Dat rechterboek, dat is echt een fantastisch boek. Dat moet je eens een keer lezen als je een beetje van getallen houdt en grafiekjes houdt en zo. Dat is echt heel erg goed. En er was ook een NLNet-project
Time Walker was ook op de NU-conferentie, werd dat gepresenteerd. Over hoe je voetbalwedstrijden op zo'n manier kan weergeven. En dat je dan daar toch heel veel data uit kan afleiden. Terwijl het heel abstract is. Dus ik begon met dingen zoals dit te experimenteren. Over van, nou ja, ik wil eigenlijk zo zoeken. En dan kan je die websites bijvoorbeeld, waar het keyword in wordt gevonden. Die kun je zien in grootte, in kleur, of je nou synoniemen raakt. Of het echte woord raakt, ouderdom. Je kunt allerlei dingen weergeven in iets waar we beter gewend zijn naar te kijken. En daar wilde ik mee experimenteren. Dit is Java 1, daarom is het allemaal zo primitief. En dat was op een DX486 en zo geprogrammeerd. Maar ik wilde wat. Maar dan, als je dat gaat proberen, dan blijkt dat die data helemaal niet beschikbaar is. Dus er waren in die tijd ook al crawlers, zoals AltaVista, maar je kon er gewoon niks mee. Dus sindsdien heeft het heel erg veel meer interesse, maar zat ik een beetje vast. En nou ja, als je kijkt naar wat er echt verbeterd is, hè, als je nu naar Google kijkt en wat er in 1996 al werd gepresenteerd aan je, dan is het interface niet heel erg veranderd. Er zijn wel toeters en bellen bijgekomen, maar het blijft met woorden en zo. En het blijft onduidelijk hoe er wordt gerankt en dat soort dingen. Dus, maar goed, er zijn heel veel mensen die op een of andere manier toch dan die data mezelf gaan verzamelen. Bijvoorbeeld, dit is een voorbeeld. Dit is dan een Europese organisatie die de stemming over bepaalde onderwerpen in de media peilt. Ja, over Oekraïne, de stemming onder de Europese bewoners over Oekraïne of over wat dan ook. Die crawlen zelf, media-websites, die hebben daar ook contracten mee met die media-websites, dat ze dat mogen doen. 20.000 of zo van die sites. Dit is NCSC, dat is toevallig een applicatie die ik beheer. Het National Cybersecurity Center van Justitie. Wij proberen geruchten waar te nemen over security aanvallen, problemen. Aanvallen die gedetecteerd worden. Maar er zijn ook allerlei mailinglijsten met officiële informatie. Die worden allemaal gemonitord op zo'n manier. Dus die crawlen ook. De Koninklijke Bibliotheek, die hebben een project over de digitale historie van Nederland. Dan moeten ze volgens de wet daarbij houden. En dat doen ze onder andere door allerlei politieke partijen, de websites daarvan, geregeld te kopiëren, 2 keer per jaar. Crawlen ze die, daar hebben ze allemaal contracten ook met die websites. Maar ze moeten verplicht dat bijhouden, dat staat in de wet. Maar aan de andere kant heb je daar allemaal privacy issues bij en zo. Er zijn heel veel mensen, ook een ander project bij hun, ze willen onderzoek doen naar de spreiding van de taal Fries op internet. Dus crawlen ze allerlei domeinen met de Friese taal. Er zijn ook bijvoorbeeld copyright holders, hè, die willen kijken of er hun filmpjes of foto's ergens worden gebruikt. Of politici of bedrijven die kijken of hun naam doordringt op bepaalde, op Twitter bijvoorbeeld. Eigenlijk zijn er ontzettend veel partijen die allemaal nu zelf een beetje aan het grazen zijn op internet. En eigenlijk is dat grazen altijd extreem primitief. Er zijn heel veel gevaren dat je tijdens het crawlen in allerlei spam-networks terechtkomt, phishing sites per ongeluk pakt, dat je dus niet komt bij de data die je wil hebben onder die honderden miljarden pagina's. En iedereen probeert zelf het wiel uit te vinden. Nou, en daar wil ik wat aan veranderen. Er zijn ook nog partijen die heel graag gevonden willen worden, maar niet gevonden worden. Libraries die helemaal eigenlijk ook die zoekvraag willen krijgen, want er is misschien wel een boek over het onderwerp wat ze je willen leveren. Nou goed, als je gaat kijken, dus al die mensen die iets willen verzamelen op internet, dan zie je dat er heel veel verschillende behoeftes zijn. Hè? Dus echt heel veel, echt grote variëteit. Er heel veel overlap is in wat ze nodig hebben, maar dus ook verschillen, maar ook veel overlap. En dat het echt extreem primitief en duur wordt gedaan. Voor elk onderzoeksproject worden terabytes aan data gecrawled en dan wordt dan meteen weer weggegooid voor het volgende onderzoekproject. Of een andere universiteit doet hetzelfde. Dus laten we eens proberen om daar wat aan te verbeteren. Dit is eigenlijk het idee wat heel veel mensen hebben bij hoe je een zoekmachine bouwt. Ja, je hebt dat verzamelde gecrawlde data, dus allemaal apparaten die al die websites afgrazen en pagina's. Dan ga je de teksten uithalen, die dump je in een database, tekstdatabase. En dan kan je zoeken. Nou, dit is het allermakkelijkste wat je onderdeel. Een beetje een tekstdatabase maken van een paar petabyte. Easy, ja? Relatief. Hier, dit is niet het probleem. Het probleem is dat je, doordat er zoveel woorden zijn, heel erg veel verschillende metadata nodig hebt om toe te voegen aan die teksten. Om wel tot het juiste antwoord te komen. Bijvoorbeeld als jij een autobedrijf zoekt, dat die in jouw woonplaats als antwoord komt en niet ergens in Rusland.
Dat soort dingen. En daar moet je heel veel energie voor besteden. En ja, dat soort dingen hebben bijvoorbeeld onderzoeksprojecten, die hebben dat niet. Bijvoorbeeld een projectje dat ik ken is van de Universiteit van Passau. Die zijn recepten aan het verzamelen van Bayerse gerechten. En dan willen ze dan grazen via internet. Dat is een leuk onderzoeksproject, dan krijg je dat voor elkaar. Dus dan moet het dan in Bayern moet die website gemaakt zijn. Maar ja, wat is dan de domeinnaam? En het moet een recept bevatten. En dan kom je dus allerlei van die... Ja, ik heb die data niet. Ik heb geen open plek waar ik bijvoorbeeld de geografische locatie van een website kan vinden. Waar die bij hoort. Het restaurant waar die bij hoort of zo. Ja, er zijn wel mensen die dat hebben. Maar goed, daar komen we zo wel. Een van de clubs die je nou eindelijk mogelijk maakt dat ik wat ga doen, is de Open Search Foundation. Dat is een groep van vooral Duitse professoren. En die willen een Europese Google maken. En een van mijn grote problemen met die club is dat ze eigenlijk wel leuke ideetjes hebben, maar nooit praktisch kunnen zijn. Misschien kennen jullie dat van universitaire onderzoeken. Dus dan gaan ze een algoritme bedenken wat heel nuttig zou kunnen zijn om de zoekvraag te verbeteren. En dan pakken ze 1 miljoen pagina's, gratis van internet. En dan pakken ze daar alleen de Nederlandstalige pagina's uit. Dat zijn er dan 30.000 of zo. En daar alleen de teksten die wat groter zijn. En dan laat ze de computer 3 dagen rekenen. En dan komen ze met een algoritme van, kijk eens, dit is heel, heel handig bij zoekmachines. En dan vraag ik van, ja, en werkt het op 100 miljard pagina's? Ja, dat hebben we niet onderzocht. Ja, dus dat is totaal onbruikbaar om een Europese zoekmachine te bouwen. Dus ik probeer deze groep probeer ik een beetje praktisch te ondersteunen. En ook richting de open source te krijgen. Want ze zijn nog een beetje bang voor open. Want stel je voor, als je nou mensen toestaat van buiten om mee te helpen, dan kunnen we die stromen niet meer aan van al die vrijwilligers die allemaal mee gaan helpen. Nou, ja, oké. Okay. Goed, er is nog wat te doen. Er is heel veel behoefte aan extra informatie. Dus je hebt die crawl data, dat valt er mee, maar vooral heel veel metadata en dingen heb je nodig. Kennis over taal, synoniemen, de taaldetectie, hè, welke taal wordt gebruikt, locatie enzovoort. Je hebt heel veel rekenkracht nodig, maar dat is eigenlijk eitje. Die universiteit ook, die zegt van ja, nou ja, oké, okay, je krijgt nu 100 terabyte, maar we hebben in principe 10 petabyte op onze disk, dus groei. Daar heb ik trouwens heel veel gehad aan Koen. Want toen ik begon met mijn implementatie had ik nogal wat diskruimte nodig. En toen kreeg ik van Koen 100 terabyte alleen. En toen zagen die andere mensen van de universiteiten dat. En die zeiden in één keer, oh, ja, nou mocht het bij ons in één keer ook. Dus nou hebben die allemaal, maar daarvoor kregen ze het niet voor elkaar. Weet je wel, dan gingen ze zitten bedelen. Maar als een of ander hobbyist, zeg maar, hè, zoals wij, als die het wel voor elkaar krijgt om 100 terabyte neer te zetten, dan kunnen ze niet achterblijven. Dus dat... Maar goed, goed gedrag, dat is heel belangrijk natuurlijk. En dus wat ik wil is samenwerking. En niet zo'n hele stack waar alleen maar zo'n tekstdatabase zit. Maar iedereen goed op een klein stukje. Oh, dan gaan we te snel. Dus eigenlijk, ja, zoekvraag zit daar rechtsboven. Dat is misschien één van de toepassingen. Maar ik wil eigenlijk kijken van al die use cases die ik net had. Wat is de overlap en kunnen we daarin specialiseren? Kunnen we een groepje maken die bijvoorbeeld... synoniemen voor alle talen gaat verzamelen. Kunnen we een groepje maken die geografische locatie van alle websites gaat proberen achterhalen. En dat allemaal in het open domein. Zodat dat kan worden hergebruikt door andere onderzoekers, bijvoorbeeld. En dat is er niet. Ik zoek me wezenloos. Ik hoop dat jullie meehelpen zoeken en meehelpen denken. En ik ben heel erg veel bezig met... soms zijn die kennis er wel ergens, maar is dat niet gecombineerd met andere kennis of niet toegankelijk op een makkelijke manier. En daar heb ik een heleboel projecten voor. Maar omdat ik heel veel kleine projecten wil maken. Nou, kleine projecten, dat zijn allemaal stuk voor stuk in de petabyte schaal of zo. Hè. Dat zijn allemaal wel clusters die je nodig hebt voor één specialisatie. In ieder geval omdat je ook heel veel verzoeken krijgt. Maar daarvoor moeten die eigenlijk een soort overkoepel krijgen. Want je hebt een aantal regels waar je eigenlijk aan moet houden. Anders moet je voor elk van die projecten weer opnieuw die regels bedenken. En zoals Apache is voor open software, het verspreiden van software en samenwerken en bouwen van software, is er eigenlijk niet iets voor open infrastructuur. Iemand die zegt van, ik heb hier een database die je mag ondervragen of waar je kennis uit krijgt. Dus dat is een van de dingen die ik probeer op te zetten. Dat is dan een organisatie, ik noem Scrodon. Scrodon is een
een heel oud Germaans woord voor wat te maken heeft met scrutinize. Maar ik wilde een beetje wegblijven van you are screwed. Dus ik dacht van, Skodon is een organisatie die ik probeer op te zetten, waar eigenlijk als overkoepelend die basisregels stelt van hoe bieden wij open infrastructuur aan die straks onder andere voor zoeken gebruikt kan worden. Er staat onder andere in dat alle projecten die eraan meedoen zich altijd aan EU-regels houden rondom privacy en processing en dat soort dingen. En die legt het ook uit en die helpt ook projecten. En dat kan wel weer leuk voor die Open Source Foundation. Die hebben mensen, die hebben een hele tak met juristen die het heel erg leuk vinden om EU-recht en internet met elkaar te koppelen en zo. Dus daar kan ik die kennis goed gebruiken. En dus eigenlijk als je daar aan meedoet, als je gepubliceerd zou worden, dat is een overzichtssite, net zoals Apache, overzichtssite van allemaal open infrastructuur, dan moet je je verklaren dat je je aan een paar leuke spelregels houdt. Als het goed gaat lopen, dan maak je natuurlijk een association van. Dan kun je samen de spelregels bedenken. Dus eigenlijk, je probeert het allemaal extra sterk te bouwen. En wat doe ik dan? Ik probeer een aantal van die radertjes te maken. En Nelnet, misschien kennen jullie de Nelnet Foundation wel, die heeft onder andere een zoekpot. Ze krijgen nu weer een nieuwe zoekpot van de EU, van 6 miljoen om in de komende 3 jaar uit te geven. En in het vorige pot hebben ze meer dan 200 projecten gesponsord op het gebied van zoekmachines. En nu gaan ze dat dus weer opnieuw doen. Ze geven mij dus ook wat geld en ik heb daar eigenlijk 4 projecten die ik via hun doe en nog een ander project die daar buiten valt. En de eerste, de dik gedrukte zou ik allebei wat vertellen, want die zijn op weg en die andere twee die zijn nog niet zo op weg. Eerst de Crawl Pipeline. Er is een Amerikaanse organisatie, het Common Crawl, en die heeft een publieke dataset van gecrawlde data. Elke maand dan struinen ze internet op, halen ze zo'n 3 miljard pagina's op, iets van 320 terabyte data. Ze halen ook nog de teksten eruit via een algoritme en ze doen wat taaldetectie. 64.000 files van 1 gigabyte per stuk, dus een dvd zeg maar per file. En als je een onderzoekproject doet, dan ga je dus een stukje daarvan downloaden. Nou, dan zie je dus dat zo'n afdeling eerst bij hun rekencentrum moeten aanvragen van mag ik even 320 terabyte en dan kan ik die set even downloaden en uitpakken. En dat geeft altijd heel veel moeite en uiteindelijk komen ze pas bij die zoekvraag van ik heb eigenlijk alleen maar websites nodig die in Bavaria zijn, in Bayern zijn. Dus mijn idee, en dat zet ik overal door met die samenwerkende systemen, is dat je het moet omdraaien. Je hebt een stroom van data en daarna krijg je filters waarin je zegt of je het van hebt of niet. Dus de pipeline die leest dit voor alle projecten maar 1 keer. En die projecten die bieden dan aan van een filter van wil jij wil jij eventjes uit dit en dit halen? Wil jij voor mij alleen maar de headerline, welke browsertype wordt gebruikt of welk servertype wordt gebruikt eruit halen? En de andere partij die wil dus wat checks doen of er een bepaald woord op de pagina voorkomt. Dan zijn ze geïnteresseerd. Dus ik heb maar 1 pipeline die voor alle onderzoeksprojecten maar 1 keer door die dataset leest en dan op allerlei verschillende manieren daar data uithaalt. En dat hoeft dus maar 10 terabyte per dag te downloaden. En als je 64.000 files hebt per maand, dat betekent dat je 40 seconden hebt voor die 1 gigabyte. Dus je hebt wat parallelisme nodig. Maar ik heb het gedraaid en het kan eventueel op een pc thuis. Dat ligt een beetje aan hoe ingewikkeld de vragen zijn die de mensen stellen. Maar door goed Unix te gebruiken en zo is het mij gelukt om echt heel efficiënt te draaien. En wat ik nou zoek is onderzoekprojecten natuurlijk. En dat was tot nu toe een beetje moeizaam, omdat we geen conferenties hadden. Maar nu kan ik bij allerlei conferenties mensen aanspreken. Jij doet dat projectje, maar dat kan je zo daaruit halen. Je kunt dingen doen als van, ik wil responscodes gelukt. Om te kijken welke verdwenen zijn enzovoort. Allerlei stukken uit. Dit kan je allemaal daaruit krijgen. Dus je moet aan mij dan vertellen van, welke pagina's wil je hebben? Wat wil je dan bij die pagina's hebben? En hoe wil je het geleverd krijgen? Als SIP of als WARC. En dan maak ik daar die filter voor. En dat gaat dan draaien in die pipeline. En dan moet je wel elke dag weer jouw data ophalen, want anders is het weer weg. Ik ga geen data opslaan natuurlijk. Goed.
Dat is dus één project. Het andere project is Open Console. Dat is nog veel ingewikkelder, want dat is een politiek project voor een deel. Ik wil, om beter te kunnen crawlen, om ook betere resultaten bij zoekmachines te leveren, maar ook voor allerlei andere soorten toepassingen, wil ik eigenlijk de verschillende dingen dat partijen zouden willen kunnen doen met website-informatie, wil ik bij elkaar brengen, dat het niet meer verspreid staat. Dus wat willen partijen kunnen doen? Bijvoorbeeld de eerste was dan die crawlers, die zoekmachine-data willen verzamelen. Nou ja, die hebben bijvoorbeeld URL's. Elke webpagina heeft URL's en daarin kun je bijvoorbeeld netwerk van internet kun je afleiden. Daar zijn heel veel onderzoekers mee bezig. Je hebt toegang nodig tot een website om goed te kunnen crawlen. Maar er zijn veel meer dingen eigenlijk die je zou willen. En die sitemaps en die robot.txt, dat is echt een beetje gegroeid. Hè? Laten we een oplossing bedenken voor dit kleine probleempje. Van ik wil de browsers sommige crawlers buiten houden, dus we maken een robots.txt-foutje en je zegt welke niet mogen binnenkomen. En dan hacken de hack, en dan volgende generatie komt er weer wat bij, hacken de hack. Maar er is eigenlijk veel en veel meer wat eigenlijk een websitebeheerder zou willen vertellen aan een crawler, zodat hij beter wordt geïndexeerd. Maar de website owner, die wil ook niet alleen voor de crawlers dingen misschien vertellen, maar die wil ook nog allerlei andere dingen vertellen, bijvoorbeeld dat de website gestructureerd is in verschillende talen. En dat die talen, sommige crawlers bijvoorbeeld die nu bestaan, daar heb ik niet over Google, maar specifieke, die willen alleen maar Engelstalig hebben of alleen Spaanstalig. Dat wil je dan kunnen vertellen, hoe is dat georganiseerd? Wanneer kun je het beste crawlen? Want overdag of 's nachts? Nou ja, als wij nou aan Google konden vertellen dat de website alleen maar 's nachts mag worden gecrawled, dan zou dat heel veel resources schelen voor hele grote hosting sites. Maar ja, dat kun je momenteel helemaal niet. Misschien wel contactinformatie of de locatie van je website. Maar goed, er is meer. Er zijn ook allerlei processen die met die data aan de slag willen. Bijvoorbeeld de crawler zelf, dat is een proces. En die willen misschien wel feedback geven aan de websitebeheerder. Van, hey, deze link is weg. Of je performance is heel traag geworden. Of je configuratie is fout. Ja, wat je voor mij hebt ingesteld. Wat ik verwacht is dat er nog veel meer services komen, want dat zie je nu ook wel eens. Vroeger kreeg ik nog wel eens bijvoorbeeld mailtjes van dienstverleners dat er tekstfouten zaten op je website. En dat, dat was dan inderdaad waar. En dan wilden ze graag dat ze hun diensten gingen afnemen om dat automatisch te corrigeren. Op het moment dat dit allemaal beter geregeld is, die samenwerking, dan krijg je steeds meer van die aanvullende diensten die heel makkelijk inzetbaar zijn. En nou ja, je wil dat de internetproviders eigenlijk wat kunnen vertellen. Bijvoorbeeld ook dan over van, ja, al mijn servers die mogen alleen maar 's nachts worden gecrawled en niet overdag. Je wil dat ook nog derde partijen wat kunnen vertellen. Bijvoorbeeld dat Amnesty kan vertellen van, nou, deze website, daar zitten allemaal partijen in achter deze website die niet te vertrouwen zijn, mensenrechten. Je wil misschien hebben er zijn allerlei van die clubjes die kinderfilters maken, dus dat kinderen op school een bepaalde websites niet kunnen bereiken omdat er allerlei content op staat. Er zijn ook allemaal derde partijen die iets willen kunnen vertellen over websites en webpagina's en domeinnamen. En er is geen generieke plek voor op dit moment, waar dit soort informatie samenkomt. Nou begrijp je dat het project wel ingewikkeld wordt als je die wel wil samenbrengen. Dus ik probeer dat heel groot te denken van, daar gaan we op een gegeven moment naartoe. En dan probeer ik te realiseren wat er bruikbaar is op dat moment. Waar behoefte aan is, want je kunt niet alles tegelijkertijd bouwen. Wat ik wil bouwen is voor het Open Console is eigenlijk dus het verzamelen van de kennis die iedereen heeft. En dat heb je dus aan de ene kant heb je mensen die kennis aanleveren. En aan de andere kant heb je partijen die dat consumeren. Die feitjes willen hebben. Laten we nog eens een feitje noemen. Jouw domeinnaam wordt geblacklist in een spamfilter, door een spamfilterbedrijf. Ja? En dat zijn meerdere spamfilterbedrijven en je kunt bij allemaal geblacklist worden. En die hebben allemaal hun eigen procedures om er weer uit te komen. Het is heel lastig om uit te vinden dat je ergens geblacklist wordt.
En misschien willen die spamfilterbedrijven ook wel samenwerken, dat ze van elkaar zien wie ze eruit gefilterd hebben. Er is helemaal niks op internet nu geregeld, geen protocollen, geen centrale infrastructuur om die feiten over websites met elkaar te delen. En aan de andere kant, nog erger, de EU-wetgeving bepaalt dat je correctierecht hebt en dat dus die spamfilterbedrijven verplicht zijn om jou een methode te geven om er weer uit te komen. Ja, je kunt eruit, je moet gewoon, als je het in Amerika zet, dan kun je alles natuurlijk omzeilen. Maar als je aan de Europese wetgeving wil voldoen, en natuurlijk steeds meer bedrijven moeten aan de Europese wetgeving doen, ook buitenlandse bedrijven, dan moet je die procedures hebben. Maar waar vinden mensen die procedures? Hoe weten ze dat? Dus het idee is dat je de oplossing voor de publicatie van informatie die je hebt over websites, open informatie, en de gebruikers, om die samen te brengen in één grote fact-database, een website-kennis-database. Heel groot, want er zijn heel veel websites en er is heel veel kennis. En ik heb daar bepaalde ideeën over hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen om het toch zo groot te kunnen doen. Dit gaat over honderden miljarden feitjes die hier langs gaan. En om aan de EU-regelgeving te voldoen, krijg je een interface als websitebeheerder. Waarin je kan zien wat er aan kennis over jou wordt gedeeld, maar waar je ook dingen kan doorgeven. Bijvoorbeeld, ik wil uit die mailinglijst, blacklist, wil ik verwijderd worden, enzovoort. En een van de voordelen om de gebruikers in interfaces te geven, dat je dan bijvoorbeeld als mailbeheerder niet bij al die mailinglijstproviders weer een login moet aanmaken om te kunnen klagen, enzovoort. En dit bestaat ook wel in een hele kleine vorm. En laten we dat eerst doen, want misschien is dat te handiger. Dat is Google Search Console. Ik weet niet of jullie zelf een website hebben en of je dat hebt aangemeld bij Google Search Console. Maar die bieden allerlei manieren om extra informatie over jouw website te vertellen. En ook om feedback te geven over wanneer je gecrawled bent, hoe diep, hoeveel gebruikers je hebt gehad via zoekvragen enzovoort. Alleen dit is natuurlijk hartstikke closed. Dit geeft Google een enorm voordeel om die feitjes over jou te hebben. En daarom kunnen allerlei concurrenten, zoals Baidu en Yandex en DuckDuckGo en zo, die kunnen eigenlijk geen goede competitor maken, want het gaat allemaal om metadata. Hoe beter je metadata is om het hele proces van zoeken heen, hoe beter de antwoorden zijn. Goed, dan was ik even naar voren. Dus ik wil kennis verzamelen, maar dan op een hele open manier. En dan heet het dus daarom ook Open Console in de plaats van Google Console. En wat zijn die feiten eigenlijk? Iedereen kan die zich aan de spelregels wil houden, die kan zoveel publiceren als ze willen. Misschien moet op een gegeven moment betaling of zo komen, maar als je meer levert, dat je dan ook wat meer bijdraagt. Een microcent per feitje of zo, wat je gaat aanleveren. Maar goed, dat is voor nadere latere zorg. Wat je in principe hebt is, iedereen heeft zijn eigen bewezen namespace. Je kan alleen maar dingen publiceren onder jouw domeinnaam, waarvan bewezen is dat die domeinnaam van jou is. Dus dat is een namespace die je maakt voor de feiten. Dan heb je waarover gaat het. Dus dat is dan de webpagina of de website, de domeinnaam, e-mailadres. Waar gaat het over? Wat wil je vertellen? Dus je krijgt een dictionary per namespace, een lijst van, dit zijn de keywords die ik ga vertellen. Bijvoorbeeld de security evaluatie van deze website, dat zou het kunnen zijn. We denken dat dit een phishing site is. Zo. En die namespace, die wordt in principe bedacht door degene die de data publiceert. Maar als het mooier is, wordt het op een of andere manier gestandardiseerd. Al die security organisaties, dat ze samen bedenken hoe ze hun kennistabellen invullen. En dan waardes, ik denk dan aan gewoon een JSON-structuurtje of zo met de waardes die bij die key horen. En het verdwijnt altijd. Dus ook als je niet wil, als je niks opgeeft hoe snel het mag verdwijnen, zal het ook altijd na een bepaalde tijd weer uit de database verdwijnen. En dan denk ik maximaal 3 maanden of zo. Ja. Tuurlijk zo. Nou, je zegt hier nu van, je mag alleen maar over je eigen domein iets vertellen. Nee. Nee, jij bent, de namespace publisher is dus de authenticatie, in principe moet je je voorstellen, dat is eigenlijk je ID,
bewezen ID, die namespace is van jou. En onder jou, ook jouw verantwoordelijkheid publiceer je informatie. En dat kan over van alles en zijn. Hè? Over bijvoorbeeld, of over je eigen site, of over een andere site, of wat je maar wil. Maar dat is dan die normalized URL. En wat het probleem is, deze open console infrastructuur zelf heeft geen kennis over wat hierin zit. Ja, dit is puur verspreiding en authenticatie dat de data ook echt komt van de partij die het publiceert. En de consumer, degene die het eigenlijk gaat gebruiken, moet maar interpretatie geven over die keys. Dat zit hier, dat doet hij niet. Ja, dus het kan ook zijn dat er heel veel dubbele informatie staat. De Nederlandse NCSC die heeft een phishing site gedetecteerd en de Engelse ook. En die publiceren dat allebei als feiten. Maar het kan ook zijn dat die op een gegeven moment denken van nou, dat is misschien wel handig om samen te gaan werken. En misschien krijg je ook wel aggregators die luisteren naar de namespace van die twee en dat combineren. En dan hoef je alleen nog maar die ene te volgen. En de verspreiding van die feiten gaat eigenlijk allemaal via feeds. Dus het gaat niet over database queries die je kan stellen, want het gaat op veel te veel data. Maar het gaat echt zo van, ik volg deze publicaties. En dan ga je elke uur eens kijken van, hebben de publicaties die ik volg, hebben die wat van mij? Het gaat om elke stream, dan moet je denken dat makkelijk in de terabytes per dag kan lopen. En dat je dus echt alleen maar zegt, ik wil die en die partijen die wat hebben, wil ik volgen. Bijvoorbeeld, ik wil volgen alles wat over mijn website gaat, mijn eigen website. Dus als iemand maar mijn website vermeldt daar, dan wil ik dat kunnen zien. Ja, en dus echt heel groot. En dat maakt het allemaal weer extra leuk. Dus je zet, in principe werkt het met filters, de streams, en je zegt van ik geef aan wat ik wil volgen, wat aan nieuwe informatie langskomt. En dat wordt dan via push gegeven, dus geen queries. Want dat kan gewoon niet vanwege de hoeveelheid data. En je moet ook zelf als consumer maar kijken wat je met de key values doet. Daar weet ons systeem niks van. Goed, dan is er één applicatie, één consumer, en dat is eigenlijk diegene die ik ook moet gaan maken. Dat is het console waarin de websitebeheerder bijvoorbeeld kan zien wat er over hem langskomt en waar hij allerlei dingen kan configureren. Hier komen we, dat is het Google Search Console idee, waar je allerlei dingen aan Google kan vertellen. Maar ik wil nou ook dingen kunnen aan die blacklister partij kunnen vertellen. En ik wil misschien wel met veel meer partijen willen kunnen praten. En dus ik wil een algemeen interface, open interface, en je kunt ook alternatieven implementeren als je wil, maar een open interface naar partijen die contact willen zoeken met de beheerder van websites. Dat geeft allerlei problemen over spamming enzovoort, maar daar heb ik wel over nagedacht. Maar gelukkig mogen jullie erover meedenken, want ik heb nog zo ontzettend veel om hier uit te bouwen. Dus het doel is om allerlei partijen te verzamelen, zodat er in de open space wordt samengewerkt om bijvoorbeeld een beetje Google te bestrijden. Bing heeft ook zoiets, dat heet dan Webmaster Console. En Yandex, maar ja, dat is natuurlijk Russisch, is dat overnieuwe uitdaging. Baidu, Chinees, die heeft ook zoiets. DuckDuckGo, die zijn ermee bezig om het te maken. DuckDuckGo wil ook een echte grote zoekmachine worden met eigen data. Maar ik ken nog veel meer zoekpartijtjes die allemaal denken, ach ja, internet is gewoon een tekstdatabase en je pleurt erin wat je hebt gecrawled en we komen wel een goed resultaat. En, en op een gegeven moment zijn ze 3 jaar aan het implementeren en dan denken ze van ja, die resultaten worden niet zo goed als Google. Wat, hoe kan dat nou? Ja, al die partijen wil ik laten samenwerken. Ja, tuurlijk. Ja. Ik begrijp, ja, dus er zijn allerlei andere pogingen om structuur te bieden aan het chaotische internet. Ja. Dat is jouw vraag en dat klopt. En dat wordt ook al vanaf het begin van internet heel veel gedaan. En dat zijn meestal academische studies. En die willen iedereen bijvoorbeeld RDF en zo informatie laten toevoegen aan hun websites. En iedereen een boekhouder maken. En, maar die dingen die blijven allemaal heel academisch.
En die op zich lossen die het zoekprobleem niet op, maar die zijn wel kwaliteitsverbeterend. En de meest succesvolle poging daarvan is Open Graph. Dat is dan dat je in de HTML kan wat extra informatie kan toevoegen die dan Facebook laat zien onder andere. Als blokje in de plaats van wat er van je webpagina komt, kun je met metatags die aan de Open Graph syntax voldoen. Laat het goed zeggen, kun je een soort kaartjes maken die dan worden gepresenteerd in de plaats van de eerste regels van je website. Er zijn allerlei van die minimale kwaliteitsverbeteringen, maar het is geen samenwerkende structuur van laten we de informatie die iedereen heeft en graag kwijt wil, hoe maken we die uitwisselbaar? En hoe maken we die corrigeerbaar en inzichtelijk? Dus daarom is dit is echt een extreme stap, wat ook extreem veel werk is om het te maken. En daarom hoop ik dat er mensen zijn die denken, oh, dat vind ik leuk, daar wil ik eens wat aandacht aan besteden. En dus vooral wat ik dus aan onderzoek mis, en wat ik aan al die presentaties en zo, is dat het bewezen is op schaal, of in ieder geval lijkt te kunnen werken op de schaal van, in dit geval bijvoorbeeld, een miljard entities als owners, websites en zo. Hè. Op die schaal moet je gaan denken. Dus je moet alles in clusters bouwen en alles. Hè, dus, en er zitten nog een aantal andere eisen die ik heb. Eigenlijk een heleboel eisen. Wat ik dus wil is dat... er zijn een aantal strategieën die we heel veel toepassen, die heel erg tegenwerken om tot verbetering te komen. En een van die dingen is bijvoorbeeld dat data zit niet op een publieke plaats, maar data zit dan bij de concurrent, bij de partij die jouw data heeft afgeschermd. Terwijl misschien iemand anders jou met diezelfde data iets beters levert. De Google voorbeeld, hoe je gecrawled wil worden, staat bij Google en kan niemand bij. Dus andere crawlers kunnen er niet bij. Maar er is veel meer aan kennis wat je bij mensen, partijen hebt weggezet, dat je eigenlijk liever bij elkaar zou willen zien. Ja? Waar wilde ik naartoe? Als je de data centraal gaat opslaan, dan krijg je versies in de data. En als je bijvoorbeeld een formulier hebt, gewoon een standaard webformulier invult, dan staat dat bij iemand in de database. En als hij het formulier aanpast, past hij de database aan. En is die data in een nieuwe versie. Is het geüpgraded automatisch. Maar als je centraal data gaat delen, dan krijg je dus mensen die het 3 jaar geleden hebben ingevuld, 5 jaar geleden hebben ingevuld, die op een gegeven moment weer terugkomen op die pagina met op dat moment nog de oude data. En daar zitten allemaal, op dat moment pas kun je allerlei generaties van formulierveranderingen gaan doorvoeren. Data blijft zo dicht mogelijk bij de eigenaar van die data, degene die heeft er ingetypt. Maar dat betekent dat je in de alle software die te maken heeft met formulieren, het afwerken van formulieren, en alle standaarden, bijvoorbeeld X-Forms, dat is een hele uitgebreide standaard over hoe je formulieren maakt, moet je faciliteiten hebben om generaties en ontwikkeling te specificeren. Dus je komt echt in allerlei soorten problemen waar ik op zoek ben naar mensen die daar kennis van hebben of mensen die daar ideeën van hebben. En daarvoor is het zo heerlijk dat er weer conferenties zijn, zodat we kunnen borrelen samen. Dit zijn een aantal van de probleempjes waar ik iets voor moet vinden, waar ik technologieën voor aan het zoeken ben, waar ik stukken voor zelf ga moeten maken. Bijvoorbeeld, ja, er zijn een heleboel mensen die denken wel over hiërarchie van eigenaarschap na en hoe bewijs je eigenaarschap. Maar daar moet toch wat nieuws voor komen, wat verder gaat. Je hebt bijvoorbeeld, en dat is een Google Search al niet zo goed opgelost, een website is vaak van een bedrijf. En een bedrijf bestaat uit verschillende mensen. En je moet dus eigenlijk niet één account hebben bij een website, maar je moet eigenlijk een soort bedrijf account hebben voor die website, die op een nette manier een bedrijf voorstelt. Ja, dat is een van de complicaties. Andere is, jij hebt misschien een top-level domein voor je website, maar als je WordPress gebruikt, en er zijn 10.000 websites, die zijn onder het WordPress-domein. En die websites die willen misschien wat over zichzelf vertellen, maar vindt WordPress dat eigenlijk wel goed, wat er allemaal wordt verteld, of wat voor een inhoud die websites hebben? Dus je krijgt ook daar een soort hiërarchie. Je krijgt ook een hiërarchie als van, je hebt een website, maar er zijn
Daaronder zitten verschillende afdelingen in verschillende landen. Je hebt Shell Nederland, Shell Engeland. En eigenlijk wil je dat niet dat er, misschien wil zo'n organisatie eigenlijk de verantwoordelijkheden over het bijhouden en communiceren over die website gescheiden hebben. En dat kan zelfs binnen een website zijn. De Spaanstalige beheerders en de Nederlandstalige beheerders die hun eigen beschrijving willen toevoegen. Dus als je eigenlijk gaat kijken naar wat je zou willen aan data, aan kennis, aan metadata over websites, en hoe je dat, dan wordt het altijd een heel snel een heel complex verhaal, maar daarmee krijg je het wel veel beter als je het implementeert. Maar nou komen we even terug. Ontwerp groot. Zorg dat de toekomst naartoe kan en dan begin je het natuurlijk eerst klein te implementeren. Dus je implementeert eerst gewoon wat Google kan, maar daarna ga je verder. Ja? Nou, zo zijn er dus allerlei probleemgebieden. Ik heb het over deze gehad, rolling upgrades. Hoeveel lang heb ik nog? Gelukkig nog een paar minuten voor vragen. Over vertalingen. Als je dan meerdere partijen één interface geeft om met de gebruiker te communiceren, wil je wel dat het een beetje een homogeen interface is. Je wil zeggen dat de pagina's er ongeveer hetzelfde uitzien. Dat hoeft niet op elke implementatie precies hetzelfde te zijn, maar je wil eigenlijk veel een soort abstractie hebben van een inputveld ziet er in elk formulier hetzelfde uit. Als ik gewoon, zeg maar, als je meerdere partijen hebt die via één website zouden willen communiceren met de gebruiker en die daarvoor gewoon HTML-forms mochten inschieten, dan is de kans nul dat dat een prettig interface geeft. Omdat iedereen dat op een andere manier maakt. En het maakt het ook heel moeilijk om een volgende generatie te maken. Want dan moet je zorgen dat met een Big Bang iedereen zijn HTML-vormpjes weer anders gaat vormgeven. Gaan van in één keer van Bootstrap 3 naar Bootstrap 4. En het ziet er allemaal, iedereen moet in één keer samenwerken om het interface er mooi uit te laten zien. Dus er zijn allemaal van dat soort vraagstukken waar ik technieken bij zoek en helaas ook niet zie. Ja? Xforms is hartstikke intelligent met formulieren, maar het kan niks over rolling upgrades. Het kan niks over abstractie in vormgeving en dat soort dingen. Dus misschien is het opgevallen, maar de linkerkant is de sociale aspecten en de rechterkant zijn allerlei technische aspecten. En de sociale aspecten zijn verreweg meer ingewikkelder dan de technische aspecten. Die zijn ook al moeilijk, maar bijvoorbeeld de juridische betekenis van het hebben van feiten of het werken van feiten. Die feiten zelf. Heb je best nagedacht? Zo'n crawler die haalt zo'n webpagina op. En onder welke juridictie valt die webpagina? De informatie daarop. Een van de grote problemen die crawlers hebben is dat volgens de wet, als er op een webpagina persoonsinformatie staat, dan mogen ze dat niet bewaren voor een lange tijd. Alleen maar voor een korte nuttige toepassing. Dus dan zouden ze moeten uitvinden dat het persoonsinformatie is, of gewoon maar alles weggooien. Maar als die webpagina uit Amerika komt, dan hoeft dat niet, want die valt niet onder de EU-regelgeving. Als de pagina allerlei seksueel getinte data bevat, dan is dat in de EU weer veel minder een probleem dan als het in Amerika wordt gebruikt. En je dataset aan Amerika gaat doorgeven. En dat soort problemen worden nu allemaal verdoezeld, omdat die wetgeving was er allemaal niet. En we waren ons allemaal niet zo bewust. Maar dat zijn wel die regels waarom we heel veel mensen internet niet vertrouwen. Ik wil niet voor jullie spreken, maar heel veel mensen vertrouwen internet niet. En dan zeggen we, ja, mijn privacy en zo. Ja, maar wat ze doen, bijvoorbeeld Google doet, dat mag volgens de Amerikaanse wet. In de Europese wet niet. In de Europese wet heb je inderdaad, je moet heel zorgvuldig omgaan met gegevens van personen. In Californië is ook zo'n soort privacywet. Maar die zegt alleen, als je omgaat met gegevens van personen, moet je het melden. Dus Google stuurt een A4'tje van wij gaan om met persoonsgegevens. Dat is een heel groot verschil. Als je dus zoeken goed wil doen, dan moet je heel veel metadata hebben en moet je ook heel zorgvuldig zijn. Maar hoe zorgvuldiger je bent, hoe ingewikkelder het wordt. En daarom kun je dat niet alleen. En daarom moeten we heel veel kleine clubjes starten die allemaal zich gaan specialiseren in één soort data.
En dat hoop ik te vinden, die clubjes. En voor een deel zijn ze er en voor een deel gaan we ze starten. Daar is het. Ja, ik zag daar nog 5 minuten, dus... Je hebt de microfoon, Gerrit. Wat is uiteindelijk de reden dat mensen data op jouw dataverzamelingpunt willen zetten? Wat winnen hun daarmee, dat het niet op hun eigen plek komt te staan? Nou, heel veel partijen die willen heel graag informatie verspreiden. Bijvoorbeeld Amnesty of zo, stel ik voor, die willen heel graag verspreiden welke websites racistische content publiceren. Die willen graag dat mensen gewaarschuwd worden voordat ze naartoe gaan. Of dat uit zoekmachines verdwijnt. Die spamfilterorganisaties zouden eigenlijk best wel willen vertellen wie ze denken dat spam is aan het publiek, aan het delen met het publiek. Cybersecurity centers, die willen eigenlijk best wel vertellen aan iedereen wat phishing sites zijn. Dus ik denk dat heel veel mensen echt best wel data willen delen. Alleen momenteel is er geen manier, behalve dan allemaal ad hoc oplossingjes. Dus ik heb wel meteen controle uit handen, dat ze niet meer kunnen bepalen of het gewijzigd wordt. Ja, juist wel, ze moeten het zelf helemaal onder controle houden. Alles wat zij via hun namespace publiceren, is volledig onder hun controle. Jouw manier, de 3 maanden termijn zit er overheen, de manier hoe het weergegeven wordt, dat moet je op een bepaalde manier gaan standaardiseren. Dus nee, nou eigenlijk niet. Dus voor als je het hebt over de dataverzameling, hè, dan is de standaardisatie heel simpel. Dit is de dataverzameling, de standaardisatie van de dataverzameling. En er zitten dus wat processen in, zodat je het kan toesturen en zodat je filters kan maken. Maar dat is je blijft, je eigen namespace is jouw namespace, is jouw verantwoordelijkheid. Okay. Ja? Nee, dat wil je ook per se niet tot je verantwoordelijkheid maken als organisatie. Omdat je anders juridisch allemaal weer complicaties krijgt en zo. Het moet net zoals zijn als postbedrijf. Er zit een envelopje en als iemand een envelopje wil hebben, dan kunnen ze het krijgen. Maar ik weet niet wat in het envelopje zit. Dat is de vraag, en het is helemaal de vraag of ik het ook ga opslaan. Ik denk dat het niet langer dan een paar uur op in het systeem zit, en dan is het al die filters in. Maar ik weet niet of ik daar helemaal mee wegkom. Maar ik hoop dat ik het zo kan ontwerpen, dat het niet langer dan een paar uur op het systeem is. En in ieder geval niet meer dan 3 maanden. Nog een vraag. Oké. Okay. Laatste vraag. Is er ook een ethische of een morele afbakening? Je gaf net bijvoorbeeld een voorbeeld van Amnesty, die dan de informatie over de racistische websites willen ze verspreiden. Ja. Maar ik noem eens iets geks, een pornografische organisatie die wilt hun viezigheid verspreiden. Dat kan dan ook via het systeem. Is er dan een afbakening? Nee, ze kunnen informatie over hun pagina's enzovoort kunnen verspreiden. Maar het ligt helemaal aan de gebruikers. Of er iemand is die daarnaar wil luisteren. Of daar wat die ermee doen. Dus op het moment dat je inderdaad op morele vlak gaat begeven en echt je invloed wil hebben op de inhoud, dan wordt het heel erg moeilijk. Het gaat, dus dit is niet de zoekmachine. Bijvoorbeeld. Dit is echt alleen maar om informatie te verzamelen. En dat is ook heel vaak tegenstrijdig. Bijvoorbeeld, heel veel zoekmachines zullen phishing sites niet willen zien. Maar er zijn ook zoekmachines, zoals politie en opsporingsdienst, die willen die juist wel zien. Dus die moeten nu af en toe gaan kijken op archive.org om te kijken of ze daar die pagina nog terug kunnen vinden. Die spam verspreiden of iets viezig deed. Dus de consumers... Die kunnen extreem tegenstrijdige belangen hebben op het gebruik van die data. De echt laatste vraag. Nou, vooruit. Als je zegt ethische dingen,
Als jij publiceert dat iets kinderporno is, en je hebt er eigenlijk niks mee te maken, ben je dan strafbaar? Als jij dat publiceert, je mag als toch... ik dus zo'n entry maak in mijn namespace en zeg van, oh, daar staat kinderporno, dan faciliteer ik het zoeken naar kinderporno, maar ook door de opsporingsdiensten. Dus ik kan dus de goede en de slechte tegelijk helpen. Hoe sta ik daar dan juridisch in? Ja, en helaas is dat, oh, dat is dan een troosteloos verhaal. Er is aan gedacht. Het is niet meer mogelijk om op internet data te verspreiden zonder contracten. Dus je zou altijd, als je consumer of producer bent, op een of andere manier een contract moeten tekenen over het dat je data levert. Ja, en dat je de andere partij vertrouwt om daar op de juiste manier mee om te gaan. Daar kom je, ontkom je niet meer aan onder de Europese wetgeving. Ja, dus ik verwacht dat dat... En daarom denk ik dat dit richting een vereniging gaat groeien, waarin je dus samen dan de regels gaat vaststellen over hoe je... Wat er voor aan deelname is. Maar dat kan niet op... Er kan nooit een censuurvorm beperking zijn, maar het kan wel zijn aan gerechtelijke vorm beperking. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Maar laten we eens beginnen met eerst kijken of we die bronnen kunnen combineren die er nu al zijn. En dan kom je langzamerhand vanzelf allerlei problemen tegen. Heb je iets leuks hier tussen gehoord van, nou, dat onderwerp, vertaling bijvoorbeeld, vind ik hartstikke leuk. Dan kunnen we daar eens een leuk boompje op zetten tijdens de lunch. Ja, voorlopig heb ik alleen dit voor je. Oeh, nou. Alsjeblieft. Lekker. Lunchtime.